Oh, hier, wat kan je doen aan je neus? Oké. Nou, de neus is, daar kan je heel veel mee doen. Maar wat wij behandelen is als een neus een beetje scheef staat. En natuurlijk, soms is gewoon een chirurgische ingreep gewoon noodzakelijk. Ja. Maar je kunt eigenlijk met fillers en met botox kun je best wel veel behandelen. Okay. En hoe doe je dat dan? Ja, wat zijn de manieren om dat te doen? Ja. Bijvoorbeeld, je kunt een neustipcorrectie doen. Bijvoorbeeld een klein beetje botox. En daardoor gaat dit een beetje omhoog. Ja. Dus dat. Je kunt met een filler, kan je bijvoorbeeld, als dit heel diep gelegen is. Dus het heel diep gelegen is, kan je dat dus behandelen. Je kunt deukjes ook met filler behandelen. Dus je kunt het allemaal wat rechter krijgen. Of als een bol is, kun je het wat rechter krijgen. Belangrijk is dat je met fillers, en daar zijn meerdere manieren voor om dat te doen, dat je eigenlijk wat bij kan voegen, maar niet iets weg kan nemen. Nee. Dus, en als het noodzakelijk is dat je iets moet wegnemen, dan moet je plastische chirurgie doen, inderdaad. Dus het is echt voor je neus rechter te krijgen, bij te werken, inderdaad. Precies. Oké, en wat iemand die deze behandeling ondergaat, wat mag die verwachten? Nou, qua verwachtingen is het zo dus dat je natuurlijk gewoon een rechtere neus hebt. En het effect is, houdt toch wel wat langer aan dan gemiddeld. Ja. Dus ongeveer een jaar, anderhalf jaar met een filler. En natuurlijk met botox iets minder. Oké, duidelijk. Dan probeer ik het even samen te vatten. Hè? Want als je dus iets aan je neus wil laten doen, dan is het zo dat je met fillers dat kan doen. En dan kan je iets toevoegen. Je kan niet echt iets wegnemen aan je neus. Dus je kan kleine correcties eigenlijk toevoegen, waardoor de neus gewoon cosmetischer er beter uit komt te zien. En daar gebruiken we dus fillers voor, precies, in dit geval. Ja, duidelijk.